Minister Yıldız Polat Bigli van Buitenlandse Zaken heeft op 6 januari een benoemingsbrevet overhandigd aan Patrick Haley, de honorair consul van Canada in Suriname. De bewindsvrouw overhandigde ook een brevet aan Egon Linden Oudu, de honorair consul van Filipijnen in Suriname. De aanstelling als honorair consul heeft als grondslag de bewezen diensten, hard werk en inzet van de betrokkenen voor de ontwikkeling van Suriname. Hierbij is het vertrouwen gesteld om voornamelijk op economisch en handelsgebied de relatie tussen Suriname en de vertegenwoordigde landen verder gestalte te geven en zodoende de reeds bestaande relatie te intensiveren. Zowel Haley als Oudu hebben als taak Suriname te branden en concrete bijdrage te leveren aan de business-to-business relaties. Specifiek zal met Canada ook het politiek contact verbeterd worden en zal de inzet van Haley nodig zijn voor het faciliteren van visumaanvragen voor Canada ten behoeve van de bevordering van investeringen.